In deze video ga ik je uitleggen hoe je heel makkelijk zelf tickets kunt toevoegen. In dit geval had je al kersttickets had je staan en nu gaan we nieuwjaarstickets gaan we maken. Nou, wat we daarvoor doen is, wees even naar de reserveringen. Dus hier willen we eigenlijk nog een tweede ticket aan toevoegen. In dit geval dus voor het nieuwjaarsconcert. Het makkelijkste is om een bestaand product, om die te dupliceren, dus te kopiëren, aan te passen en vervolgens te publiceren. En dat heeft als voordeel dat je dan precies op elk veld ziet wat je doet en dat je dat ook makkelijk kunt aanpassen. Nou, in dit geval ga ik de concertticket voor 16 december ga ik bewerken. Daarvoor ga ik naar boven, hier. En deze ga ik vervolgens kopiëren naar een nieuw concept. En als het goed is, dan is die nu gekopieerd. En dat kunnen we heel makkelijk zien doordat er kopie achter de titel staat. En nu kunnen we als het ware gewoon alle velden kunnen aanpassen naar een nieuw ticketconcept. Dus daar gaan we. Nieuwjaarsconcert. Nou, die zet ik eventjes voor het gemak op 1 januari. Deze moet je uiteraard nog zelf aanpassen qua datum. Maar in deze video leg ik dus precies uit hoe je dat kunt doen. Nou, de kortingspas, daar hebben we hem weer. Die tekst laat hetzelfde. Deze gaat ook weer naar het formulier waarop je dus als 65-plusser de extra korting op jullie concert kan aanvragen. Bij reguliere prijs, daar kunnen we dus een andere prijs invullen, bijvoorbeeld 20 euro of nou, 100 euro. Of we laten nu eventjes, weet je wat, we vervangen nu eventjes naar 15 euro. Ook deze prijs valt natuurlijk achteraf weer aan te passen. Vervolgens kunnen we het plaatje veranderen. Als we dus nu naar het concert weer terug gaan. Dus we klikken weer op dit concert. Dan zijn er twee plaatjes. Dit is het eerste plaatje. En die vinden we hier terug. Het tweede plaatje vinden we in het overzicht terug. Dus dit plaatje. En die vinden we hier weer terug. Mijn tip is om hetzelfde plaatje aan te houden, zodat je dus geen verwarring krijgt of mensen wel bij het juiste concert zitten. Dus nou, in dit geval ga ik de afbeelding ga ik eventjes wijzigen. Daar klik ik deze mooie kerk aan. Vervolgens ga ik ook dit plaatje aanpassen naar die mooie kerk en staat hij op twee plekken gelijk. Nou zal ik nog de titel zal ik hier aanpassen. Jan Weijers schrijft natuurlijk niet met IE Timo, maar gewoon met een I. Deze kopieer ik. Kopie. En die voeg ik ook hierin. En als ik hem dus nu opsla, dus dan gaan we het publiceren. En ik zou weer naar de voorkant toe gaan. Als ik refresh mijn pagina, dan staat het nieuwjaarsconcert staat erin. Het enige wat ik nog hoef te doen is deze te testen. Nou, hij wordt dus nu in de winkelmand geschoten. Vervolgens ga ik afrekenen. En ik zie dat ik hem dus direct met iDeal kan betalen. Nou, dit was het filmpje om concerttickets aan te maken. Ik heb gekeken voor QR-tickets, zodat je die ook met een mobieltje kunt scannen. Mocht je daar behoefte aan hebben, die kan ik voor je integreren. Daar zitten alleen wel meer kosten aan verbonden. Voor 99 euro meer kan ik deze QR-tickets toevoegen. Nu begrijp ik dat 99 euro voor een vereniging best wel een hoop geld is, maar er zit een licentie op. En dat maakt het uiteindelijk ook zo duur om hem te integreren. Ik ben erg benieuwd of jullie interesse daarin hebben. En mocht je nog vragen hebben,
naar aanleiding van dit filmpje, dan hoor ik dat graag. Alvast bedankt.